eind van de dag. We zijn bij de Beatrixhuis in Vreeswijk. En we gaan hier vastmaken voor de nacht. Ik ga laten zien hoe we manoeuvreren, hoe we hem precies aanleggen en wat we daarbij gebruiken. We hebben een roerstandaanwijzer, die laat dus zien hoe het roer staat. We hebben een pookje waarmee ik het roer bedien, direct in dit geval. We hebben een regulateur, zeg maar een gashendel. En de kopschroef die is nu wat minder goed zichtbaar, die gaan we tijdens het ook gebruiken. De kopschroef staat wel aan, dus bij een geladen schip niet altijd nodig. Maar in dit geval heb ik het toch liever wel, want er vaart hier vrij veel verkeer dat ons weg kan gaan trekken. Beter als we de kopschroef in ieder geval stand-by hebben. Dat kan gebruiken als ik dat wil. We willen strak achter dit schip gaan liggen. Dus ik moet met de kont erg opletten dat hij vrij blijft. Ik moet hem echt indraaien. Ja, vrij maar even 10, 20 centimeter boven het water hangen. We hebben 300 ton in, dus ik moet die massa tijdstil weten te leggen. Maar tegelijkertijd kan ik van die massa gebruik maken om te laten draaien strakjes. Ik heb voor oppassen dat ik die ijdeltank nog niet al te hard wegzet. Er komt nu dus een geladen schip langs, wat ons waarschijnlijk een beetje gaat wegtrekken van de oever af. Dus ik zet de kopschroef zodat hij de kop een beetje bijduwt. Ja, dat is een rijk hoor. Er wordt gezegd de stuurboordsluis. Oké, komt er op beroepvaart eerst? Dan weet ik niet, de sluis gaat nu aan de binnenzijde dicht, dat wordt de volgende ronde. Oké, ga ik naar de stuurboordsluis. Die rechtsvaart moet hebben. Direct vooruit. Ja. Nu dus stevig roer naar stuurboord. Zal de kont erin gaan draaien. Zo, er nu wat gas erbij, zodat hij echt gaat draaien. Roer weer terug in het midden. De massa gaat nu het werk doen. En de kopschroef staat zo dat hij nog steeds het voorschip bijduwt. Zet maar even dubbel. Ik blijf de kont voorzichtig bijduwen, met de nadruk op voorzichtig, want het is natuurlijk wel 300 ton. Hoe strakker, hoe liever. Hoe korter, hoe liever. Altijd lus. Ja, dat is niet goed. Ja, kan ook. Ja. Nu het roert even de andere kant op, naar bakboord. De kont heel netjes er tegenaan te laten lopen. Goedenavond, morgen. Ja, je zou het nummer 2 mee kunnen nemen.